Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Bij ons hebben we meneer Pim Doesburg. Als je het niet erg vindt, spreek ik u met u aan en met meneer. Dat alles wat je hoeft niet, Pim. Ja, ik kan de kinderen noemen, maar ook Pim. Waarom zou jij mij geen Pim mogen noemen dan? Nee, goed. Uit respect, ja, moet ik heel eerlijk zeggen. En zo ben ik ook altijd opgevoed, dus zo heeft mijn moeder hem opgevoed. Ja, maar je natuurlijk meer, want voetballers als de kinderen weten. Ook dat was wel een van de eerste vragen die ik zei. Van, ja, er staat toch een, in mijn ogen een grootheid op de velden. Beleven de kinderen dat ook zo? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze dat wel eens gelezen hebben en dat de vaders het verteld hebben. Wat voor soort man ik ben geweest in de voetballerij. Ja, want we hebben ook hele jeugdige kijkers. Een korte samenvatting van uw carrière? Ja, dat is. Ja, 1963 ben ik begonnen als profvoetballer bij Sparta. En 5 jaar. Toen ben ik 3 jaar naar PSV gegaan. En toen ben ik weer teruggekomen naar Sparta. Van 70 tot 80 jaar. Tot 80 ben ik naar Sparta weer gegaan. En toen hebben ze me weer gecontracteerd omdat Van Beveren toen bij PSV was en naar Fort Lauderdale ging. Ben ik nog 7 jaar bij PSV geweest. En toen ben ik dus doorgegaan naar Feyenoord. Heb ik 20 jaar, 19 jaar als keeperstrainer gewerkt. Ja, en als je dan gaat kijken naar de huidige situatie met de keepers. Bent u daar dan, leeft dat nog bij u? Well, ik ga regelmatig naar Feyenoord kijken, maar ik heb daar geen zeggenschap meer over. Ik weet niet hoe Patrick traint. Ik weet wel dat hij altijd als keeper erg bezeten was. En ik hoop dat hij dat over kan brengen op zijn keepers. Maar ja, Edwin Mulder is dus een type, ja, die is zichzelf. En dat lijkt dan altijd anders dan dat het is. En hij kan nog zo enthousiast zijn, Patrick. Maar sommige dingen, dat zit niet bij Edwin in zijn krachten. En dat is moeilijk te veranderen. Ja, want hij lijkt me niet benijdenswaardig op dit moment, Patrick Lodewijks. Nee, maar goed, natuurlijk, alles komt weer een goede kant. Hè? En dadelijk komen ze weer in een andere fase. En dan gaat Patrick weer gewoon meedoen. En dan zijn ze het weer vergeten. Ik hoop het dat het zo gaat. Dus ze moeten nog wel een paar puntjes pakken. Ja, dat is een understatement. We zijn deze week te gast bij de Soccer School. En daar doet u de training van de keepers onder andere. Dat is het eerste jaar, hè? Ja, ze hebben mij dus gevraagd. Ik doe hetzelfde, maar dit keer heb ik dan ja gezegd. Omdat ik het een heel goed evenement vind. En er zijn genoeg keepers die buiten de boot vallen, ergens anders. En die proberen we dan hier op een wat hoger niveau te brengen. En misschien op de lange termijn zit er een talent bij. Ik hoop dat. Ja, want we zijn nu 2 trainingen verder. We nemen dit op zondag en het is 10 zondagen. We zijn nu bij de 2e training. Is het moeilijk op dit moment? Wat... Je ziet dat de kinderen toch oppakken. En ze zijn allemaal wat geconcentreerder. Ze doen hun oefeningen veel gedisciplineerder. En dat is dan alweer een vooruitgang. Ze wisten niet wat ze tegenkwamen toen ze mij voor de groep zagen staan. En met de bezetenheid die ik dan uitstraal, hoop ik dat ze wat oppakken. En dat ze dus ook hun technische vaardigheden kunnen etaleren. Dat ik dus zeg, nou, dit gaat na 10 keer is het een stukje vooruit gegaan. Dat vind ik leuk. Ja, want we hebben even staan kijken ook. Maar de passie is er nog steeds, hè? Ja, wel, passie is. Maar ja, dat is een voorwaarde voor een keeperstrainer. Als hij geen passie heeft voor zijn werk en wat hij wil, dan komt er ook van de keeper die tegenover hem staat niks. Nee, dan moet van een trainer ook bepaalde dingen uitgaan. En als u dan zo bezig bent in het eerste jaar, is dat dan ook een voorbode voor een langere periode? Dat weet ik niet, dat zal de tijd leren. Ik vind het heel erg leuk, de academie. De animo buiten rondom is enorm groot. We hebben enorme aantrekkingskracht. En als we dit soort trainings erbij houden, dat er wat uitstraling is, dan is de animo van buitenaf erg groot. En dat zie je ook. Ja, want het is een mooie groep, hè? Als je het zo hoort van Gobbel, Leo, Wijnstekers. Ze hebben allemaal heel veel met voetbal te maken. Ze kunnen het vertellen. Ze kunnen het, ook een uitstraling. Nou, dat is fantastisch. Oké. Nou, heel veel succes nu en wie weet ook in de toekomst. En hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.